Mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. Afgelopen weken kreeg ik een vraag van een YouTube kijker. Die vroeg zich af waar je je YouTube channel layout kunt aanpassen. Ik laat jou zien hoe en waar. Om je channel layout van je YouTube kanaal aan te kunnen passen, moet je hem eerst even aanzetten. Um YouTube heeft afgelopen januari, eind januari, dit uh, opeens veranderd. Het stond op een hele andere plek. Dus vandaar dat ik even deze nieuwe video maak. Ook naar aanleiding van een vraag van een van mijn kijkers. Als eerste log je even in, rechtsbovenin. En dan kijk je op welk kanaal je staat ingelogd. Nou, je klikt op Create a Studio. Vervolgens ga je naar Kanaal weergeven. En op het moment dat je bijvoorbeeld je channel art en ook je, uh, je links wil plaatsen. Dus die links die hier komen, je social links. Dan klik je op het pennetje. En dan zie je alleen banner afbeelding bewerken. Nou, wat je eerst moet doen, heel gek, want het is echt helemaal veranderd. Dan moet je eens op, op het tandwieltje klikken. En dan doe je de layout van je kanaal aanpassen. Die zet je aan. Nou zet ik zelf even ook op mijn abonnementen privé houden, maar dat is een persoonlijke keuze. Je klikt op opslaan en nou zie je hier je channel layout en je ziet nu ook als je op het pennetje klikt, dan kun je wel opeens de links bewerken. Dus op het moment dat je dus social links wil plaatsen, ik heb daar een aparte video over gemaakt. Dus als je nu rechtsbovenin klikt, dan kun je een andere video zien over hoe je YouTube over ons sectie kunt aanpassen, maar in een notendop kun je hier dus uh, je social links plaatsen. Dus je hebt je layout van je kanaal aangepast, dat is mooi. Ik zet ook nog even tabblad discussie aan. Je klikt op opslaan en je kunt dus hier je channel layout gaan aanpassen. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube vraag? Stel je vraag even hieronder. En ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Dank voor het kijken. En tot de volgende video.